8 mei de Loosdrechtse plassen. Vroeger was het een gebied vol veen en turf, maar dat is in de afgelopen eeuwen afgestoken voor Amsterdam. Nu zijn het de Loosdrechtse plassen. En vandaag is er een speciaal project van de appelboom, Schuitje varen. Vindt u het een lekker ijsje? Heerlijk. Geniet u nou een beetje? Oh, heerlijk. Mijn knijper, ja. Gaat hier omhoog. Wat zeg je? Ze moeten wel in dat dingetje knijpen, want anders dan zakt die weer weg in het ding. Wette Wille werkt mee aan het project Schuitje varen van de appelboom. Waarom is dat? Dat klopt. Wij werken er heel graag aan mee zelfs. Het is zo dat wij een blauwe haven zijn, een blauwe vlaghaven met een groene wimpel. Dus we behoren bij de koplopers van Nederland daarbij. Dat is een keurmerk dat ook vraagt van maatschappelijk gezond ondernemen. En daar hoort natuurlijk bij goede doelen. En ik denk dat we daar helemaal juist zitten met en het Beukenhof en Schuitje varen met de appelboom. Vandaar dat we dat met plezier doen, dat we onze loungeponton tegen een heel laag prijsje meegeven met de mensen. Je ziet die mensen ook altijd heel gelukkig terugkomen. Dus dat is ons plezier dan. Hans, wat ga jij vandaag doen? Ik ga een rondje varen met een aantal patiënten van het onvergetelijke leven en van de Beukenhof. Even varen op de Loosdrechtseplassen is natuurlijk geweldig en zeker met dit mooie weer. Dus we gaan het maar eens even proberen. Ja, ja. Hoe lang vaar je? Anderhalf of twee uur. En je doet dit vrijwillig, hè? Jazeker. Mevrouw Van Rijn, kunt u even kort aangeven, wat houdt de appelboom in? Ja, de appelboom is een platform in de gemeente waarin bewonersinitiatieven die komen daar op te staan. We hebben bewonersinitiatieven in het fysiek domein, het groen, maar uiteraard ook in het sociaal domein. Nou, jullie zijn mee geweest. Dit is een van de fantastische projecten die daar op komt te staan. En we hopen daarmee die initiatieven te faciliteren vanuit de gemeente. We zijn ontzettend dankbaar met zoveel vrijwilligers die zich inzetten. En als gemeente heb je dan ook de rol om daar een plek voor te bieden en dat bekend te maken. En dat doen we op de appelboom. En wie betaalt dit nou? Dit is vanuit vrijwilligers georganiseerd, ondernemers, vrijwilligers. De gemeente is er echt om dit te faciliteren. En daarom ben ik ook ongelooflijk trots dat we zoveel mensen hebben in de gemeente die zo ontzettend hun best doen om onder andere dit soort projecten te organiseren. Waarom doe jij dit? Nou, omdat ik varen leuk vind. Daar moet ik gewoon eerlijk in zijn. En ik ken Ron heel goed, de man die de zaak organiseert. En die heeft me vorig jaar gevraagd of ik schipper wilde zijn. En dit jaar heb ik pas twee keer gevaren. Want er zijn meerdere schippers. Hè? Dus er is een hele groep die achter dit werk staat. En het wordt door Ron gecoördineerd en georganiseerd. Dat je dat allemaal mee mag maken met je oude dag. Het was vroeger niet zo. Ik ben 95. 95? 90, dus dat is een hele leeftijd. En ik heb de oorlog, ik was 18 jaar toen begon de oorlog. En 23 jaar toen was het weg. Dus eigenlijk heb ik nooit gejeugd. Dat haal ik nou in. Ik zit niet overal bij, maar als ik weg ging, vroeger dan ging ik lekker een dagje uit. En nu zit ik in Loosdrecht op daar. En dat is leuk, want we gaan nog wel eens een dagje uit en we gaan nog wel dit. En Ruby Cup, dat vind ik ontzettend leuk. Dat vind ik leuk, dat kennen we goed. En dan is het altijd wel Ruby Cup en eten en drinken. En maar het is mooi zo. Ik vind het leuk dat het hier in Loosdrecht is. Want het is fijn op die boot, maar we hebben het ook zo fijn in onvergetelijk leven. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Dankjewel.